Het was een hele leuke restauratie. Die kwam naar me toe via de directeur van het Scheepvaartmuseum in Sneek. Die hadden een schilderij ontdekt. Dat betrof de houthandel, die voor Friesland natuurlijk geweldig belangrijk is geweest in de tijd. En dat is geloof ik ook in het verhaal van de familie Bisschop, komt dat steeds weer terug. Maar ze twijfelden of het mogelijk was om nog iets aan het schilderij te doen, omdat er een vreselijke achterstand was in onderhoud. Ze begonnen heel voorzichtig van, zou je eens willen kijken? Maar zo dramatisch is het allemaal niet. Het was vervuild en verkleurd en deels overschilderd. Als er beschadigingen waren in een schilderij, dan werd het ruim op kleur gebracht, ruim overschilderd. En als je een ervaren kijker bent, dan kan je wel een beetje aftasten of misschien onnodig veel is gedaan op plekken die op een veel terughoudende manier zijn te behandelen. Dat is waar je naar op zoek bent, het vrijleggen van de oorspronkelijke schildering en daarmee de bedoelingen van degene die het gemaakt heeft, het schilderij. Dan ga je kijken hoe je het met zo min mogelijk weer zo leesbaar mogelijk kan maken. Het schilderij is geschilderd op planken. Het gaat over de houthandel. Dat maakt het ook zo leuk. En die drie planken die zijn door de paneelmaker in de tijd aan elkaar gemaakt. Maar die verbindingen die gaan in de loop van de tijd los en dat moet dan weer hersteld worden. En in dit geval was het herstel wel uitgevoerd, maar niet zo mooi vlak meer als het oorspronkelijk geweest was. Het is echt een verhalend schilderij, een uitgebreid landschap en daar speelt zich van alles op af. De figuren die erop staan, die zijn er eigenlijk pas opgezet toen het landschap al vorm had gekregen. Hè? Dat is heel duidelijk aan de verflaag ook te zien. Nou, het is een tijd in het atelier geweest, maar je werkt niet aan één schilderij tegelijk. Je moet ook even afstand kunnen nemen van tijd tot tijd. Als ik niet tevreden ben, gaat het de deur niet uit.